Yo mensen, Jarask hier en welkom bij weer een nieuwe Try or Die aflevering hier op mijn kanaal Jarask Gaming. Jullie hebben natuurlijk weer lekker veel Try or Die's achtergelaten in de reacties. En één reactie was, eet de droogste koekjes die je in huis hebt bij elke dead. Dus ik heb deze koekjes, theebeschuit. En deze koekjes zijn super droog, ik zal er even een uitpakken voor jullie. En bij elke dead moeten wij dus een half koekje, hij is al gebroken joh, kut. Moeten wij dus een half koekje van dit in één keer in mijn mond stoppen. En ik heb het nu op de grond laten vallen. Natuurlijk, jullie weten, deal 2000 likes op deze video is volgende week zondag gewoon weer een nieuwe Try or Die online. En ik breek ze even allemaal hier op mijn bureau. Zo, dit kraam was te gek, jongen. Dus als ik dan dood ga, stop ik steeds een half in mijn bek. En ik mag niet iets drinken. Ik mag geen melk drinken, geen water drinken of wat dan ook. Dus ik hoop natuurlijk dat ik zo min mogelijk vaak dood ga. En ik heb er nu 8 liggen. Oké, we kunnen dus 8 keer doodgaan, anders moet ik een nieuwe pakken. Zo, je blijft er vanaf. Ze zijn voor mij. Kom maar op, we spelen hem op strikes. Dus waarschijnlijk gaan we heel erg vaak dood. Maar we moeten gewoon eventjes natuurlijk op gaan letten. Want ik wil namelijk niet zo heel vaak doodgaan. Fuck. Oké, in één keer gewoon in mijn bek. Blauw. Kut, ik moet er nog een. Oh shit, we waren 2 keer doodgaan. Fuck. Ik kan niet werken als ik die fucking koekje in mijn mond heb. En, oh nee. Mijn mond, nee. Ik kan het nog net doorslikken. Wacht even jongens, die derde past er namelijk niet meer bij, wacht. Dit is niet leuk gewoon. Deze dingen, die zijn nog droger dan beschuit. Als jullie me überhaupt wel kunnen verstaan. Ik kan ze niet fucking doorslikken. Ik kan ze niet. Kom op! Oké. Hier gaan we weer. Fucking hell, ouwe. Ik snap niet waarom deze mensen koekjes zomaar zullen gaan eten. Gewoon random. Ligt een koekje in de kast. Hey, ik pak lekker zo'n fucking droog kutkoekje. Dan heb je gewoon helemaal niks aan. Oké. We zijn weer bezig hoor. Niet meer doodgaan nu. Ik moet even nog proberen dit koekje door te slikken, want... Oh, oh! Wat? Ik dacht dat ik al dood was! Holy ballsack! Zo, het zat vast in mijn keel. Kut. Kom aan. We kunnen dit nog winnen. Maar dan moet ik weer even... Heel erg snel gaan. Kom aan. Kom aan, span hier. Nee, niet meer rug. Haha, bitch! We zijn level up, olé, olé. Daar hebben we helemaal niks aan. Kom jij terug of niet? Er zit gewoon geen space meer in mijn bek, jongen. Dat is allemaal weggehaald door die cookies hier, oh. Oh! Let's go, 5 streak. Kom op. Nee, kut, sorry. Ik kan dit zo meteen echt niet meer doorslikken. Mijn hele bek die staat gewoon droog nu. Oh my fucking god! Ik heb... Bam! Mijn hele wabbel is helemaal... Ja, fucking hell. Hij is gewoon helemaal uitgedroogd nu, jongen. Dit is niet meer gezond. Ik heb alles in één wang zitten. Dat ik nog een beetje normaal kan praten, maar... Misschien was dat ook wel niet het beste idee. Fucking hell! Mijn mond... Ik ga... Mijn fucking pukje vinger... Maar... Fuck even. Fuck jou, kijk. Ik vind niet meer uit nu. Fuck jou. Kijk, ik heb mijn koek. Au, ik spuug al. Oh my god. Nee. Oh my god. Ik heb de helft van mijn koek uitgespuugd. Ik kan gewoon bijna niet meer kauwen, jongen. Dit is gewoon pijn nu aan mijn fucking mond, die cookies. Oh my fucking god, jongen. Deze dingen zijn zo kapot draaien. Ja, kill me nog maar een keer, joh. Ik ga serieus. De droogste. Kut mijn schuiven die ik nee! Ooit heb gegeten, jongen. Maar we kunnen nog winnen! What the fuck? We kunnen nog winnen, we hoeven nog maar één kill! Eet dat ding op.
Motherfucker! We hebben hem gewonnen ook, jongen! Mijn hele bekje zit nog vol met koekjes. Maar we hebben gewoon gewonnen. Oh my god. Dankjewel voor al die scavenger pakketjes, Call of Duty. Nou. Je mond die wordt hier zo droog van, jongen. Dat je gewoon niet meer kan praten, niet meer kan kauwen. Dat gewoon pijn gaat doen aan je tanden. Gadverdamme. Er staat ook echt op de verpakking. Ik weet niet of jullie dat kunnen lezen. Knapperig en romig. Nou, vriend. Als je dit knapperig vindt, hier eet jij dat laatste koekje maar op. Als jij dit knapperig vindt en romig vindt, dan is er echt iets goed mis met je. Want deze cookies, die zijn kapot droog. Het zit nu allemaal tussen mijn tanden. Ik ga gewoon mijn tanden poetsen nu, want het is niet meer gezond. Ik krijg het ook niet meer weg, want mijn hele mond is droog. Dus mensen, ah, als jullie hebben genoten van deze try-out, laat het natuurlijk een duimpje omhoog achter. Mijn hele bek zit vol met fucking ranzige koekjes. En als je nog een challenge voor me hebt, laat het natuurlijk weten in de reacties. Misschien ga ik jouw challenge wel proberen te voltooien dan. En tot de volgende keer weer, mensen. Bye bye. Het zit echt overal gewoon.